De buren waren eerst niet zo te vinden voor de verkeerspaaltjes in de Sint-Simonstraat. Maar sinds ze vrolijk aangekleed worden door twee enthousiaste buurvrouwen, zijn ze onmisbaar geworden. Ook deze zomer is het een kleurrijk tafereeltje, allemaal dankzij Veronique en Veerle. Zij laten hun creativiteit de vrije loop en versieren de paaltjes met hun breiwerkjes. Een paar jaar geleden stond zo'n paaltje voor mijn deur en met kerst dacht ik van oei, dat is zo leeg. Ik zou er misschien wel een kerstboompje van maken. Dan heb ik er dan een kerstboompje van gemaakt met bolletjes erin. En dan is het idee eigenlijk verder gegroeid met de overbuurvrouw. Van, zouden we een keer niet wat sneeuwmannetjes maken? En heeft zij het dan een sneeuwman gezet. En zo zijn we eigenlijk uitgegroeid, Hans de winter door, met sneeuwmannetjes maken. En we wouden voor de lente en de zomer ook iets doen. En daarom zijn we dan begonnen met de andere diertjes te maken voor de zomer. Al dat fijne breiwerk neemt heel wat tijd in beslag. Maar Veerle en Veronique doen het met plezier. Ze halen veel voldoening uit de positieve reacties die ze krijgen van voorbijgangers. Er zijn er die heel veel werk zijn, zoals de octopus van Veronique of de theepot. Dat is echt veel werk. Maar ik heb COVID gehad en dan heb ik de paaldanseres op, ik denk, 5-6 uur na elkaar zitten breien. Omdat ik dan toch niets te doen had en niet buiten mocht enzovoort. En ik vind het gewoon fantastisch om de glimlach bij de mensen te zien. Dat is zo leuk om iedereen te zien kijken en die glimlach op het gezicht te zien komen. De ontwerpen bedenken ze grotendeels zelf. Hier en daar zoeken ze eens een diertje op, maar toch doen ze vooral beroep op hun eigen creativiteit. Zowel voor Veronique als voor Veerle was breien meer iets van vroeger. Maar nu is het een leuke hobby, waar ze allebei steeds beter in worden. Heel vroeger deed ik dat wel voor mijn kinderen, truitjes en sjaaltjes en mutsjes breien. Dus het was heel lang geleden, want mijn eerste werkje was niet zo denderend of nu mijn laatste werkje. Dus ik moest er weer een beetje in komen. Ik heb in de lagere school moeten leren breien en haken. En toen kregen mijn mama en mijn oma grijs haar, omdat ik dat echt niet goed kon. En nu, omdat het niet moet, is het leuk. En ja, word ik ook altijd wat beter. Maar je ziet wel het verschil in kwaliteit tussen Veronique en mij. Maar het is voor de fun. En inderdaad, iedereen die passeert moet glimlachen bij het zien van de paaltjes. Vooral de kinderen in de straat reageren erg enthousiast. Die komen dat knuffelen, die komen dan ook op school en die zeggen tegen mij van oh, er is een nieuw paaltje bij, de rups is erbij, de inktvis is erbij. Dus ze zijn daar wel mee bezig, dat is ongelooflijk. De mama's met hun kinderen, het is gewoon taalontwikkeling. Dat is, zie je ze zo vragen van, wat is dat? Ah ja, dat is een zeehond. Nee mama, dat is een beer. En dan zijn ze zo bezig. Ah, dat is een octopus. Ken je een ander woord voor een octopus? Ja, een inktvis. En zo werkt dat. En ik denk dan van, oh, dit is gewoon fantastisch. Na de zomer steken de dames de koppen bij elkaar om iets leuks te verzinnen voor de winter. En zo blijft de Sint-Simonstraat het hele jaar door de fleurigste straat van Gentbrugge.